Dan gaan we de volgende. Dat is Dennis. Ja, Dennis heeft in ieder geval een hoop aanhang bij zich. Kijk, dat bedoel ik. Ik weet dat jij uit Rotterdam Zuid komt. Dus. En dat hij in het ziekenhuis werkt, dat weet ik ook. Wat ga je doen als eerste nummer? Wat ga je doen als eerste nummer? Unchanged Melody? Nou, ik geef hier de microfoon aan je. Ga je op. Goedenavond allemaal. Raise the roof and grab
Speciaal voor Colin heb gezongen. Moesten wij. Ja of nee? Ja? Ah, dan vind ik dat Colin hier wel even een kussie moet geven. Ja. André Hazen. Iemand van de jury. Wie? Thea. Meneer Dietje, microfoontje 2. Ja, die staat helemaal open. Dan wordt die aangezet, nu? Ja. Dennis, ik vind dat je een hele aparte stem hebt. Heel mooi geluid. En een geen repertoire zingt. Heel goed optreden. Nou, geef hem applaus, Dennis. En dan gaan we weer naar de volgende. Nee, we gaan niet naar de volgende. Waarom niet? We hebben een heleboel nieuwe mensen binnen. Ja. Dus even die zakelijke mededeling, meneer Dietje. Ga je gang. Oh, dames en heren, u heeft bij iedere bestelling krijgt u muntjes. Dames en heren, ik doe er even muziek op. Bij iedere bestelling krijgt u muntjes.
we staan in, dames en heren, krijgt u muntjes. En die muntjes kunt u doneren aan uw favoriete zanger of zangeres van vanavond. Alle zangers hebben een nummer en dat nummer dat correspondeert dan met het optreden dat ze geven. Bij een biertje krijgt u 1 muntje, bij een bakootje krijgt u 2 muntjes. En bij een flesje of een doosje fluwel krijgt u natuurlijk gewoon lekker 40 muntjes, dames en heren. En degene die de meeste muntjes op de avond houden, daar gaan de hoogste 3 van door naar de halve finale. Dus ik zeg, doneer je muntjes goed, dames en heren. Ja, ja. Maar je zei, ik weet niet goed, de 4 van de muntjes gaan door en 3 van de jury. Oh, dat was, sorry, dat zei ik. Maar je gaat door met de volgende kandidaat. Ja, nou eerst nog even een andere zakelijke mededeling van huishoudelijke aard, dames en heren. Feyenoord heeft met 3-0 van PSV gewonnen!